Het nieuws van dinsdag 23 november. Leggen jullie! Jij! Blonde leggen! En jij! Geld in de tas! Schiet op! Er moeten meer overvallers gepakt worden, vindt de minister. En de Gelderse politie sluit zich daar graag bij aan. In Duiven gaan ze diefstallen uit vrachtwagens aanpakken door de grootste bewaakte parkeerplaats van Nederland te bouwen. En de dode die gisteren in de Badhuisstraat in Arnhem is gevonden, blijkt een 51-jarige tippelaarster te zijn. Dag dames en heren, goedenavond. De Gelderse politie is blij met de aandacht van minister Opstelten van Veiligheid voor het grote aantal overvallen. Opstelten vindt dat er veel meer overvallers gepakt moeten worden. In Gelderland wordt ongeveer 30% van de overvallen opgelost. Als je in Gelderland een overval pleegt, loop je ongeveer de kans van 1 op 3 dat je er ook voor opgepakt wordt. Landelijk is het beeld niet veel anders. Dat moet beter, vindt minister Opstelten. Hij kondigt maatregelen aan om meer overvallen op te lossen. Er is een overval! De afgelopen 2 jaar is in Gelderland-Zuid 35% van de overvallen opgehelderd. In Noordoost-Gelderland 31% en in Gelderland-Midden 30%. Opvallend is dat in onze buurregio Noord-Rijn-Westfalen het aantal overvallen dat opgelost wordt al jaren tegen de 50% ligt. Nu! In de tas! Volgens de Arnhemse criminoloog Verweda komt dat omdat Duitsland veel meer agenten heeft en dat zij van elke overval een zaak maken. Terwijl in Nederland eerst ingeschat wordt of de kans groot is om de zaak ook op te lossen. Zo niet, dan wordt de overval niet uitgebreid onderzocht. Bovendien vindt Verweda dat Nederland te veel aan incidentenbestrijding doet. Wat in Nederland toch vaak gebeurt is dat op het moment dat een bepaalde criminaliteitsvorm de kop opsteekt, dat we dan een team gaan formeren. Nou, dan zie je ook bijna altijd dat na verloop van tijd het fenomeen, in dit geval overvalcriminaliteit, wel weer daalt. Maar met een golfbeweging komt het ook altijd weer terug naar een bepaalde periode. Dus boek je meer resultaat als je een overvalteam permanent laat bestaan. De minister wil vooral meer aandacht voor het voorkomen van overvallen en voor het volgen van daders. De meeste overvallers zijn namelijk al bekenden van de politie. De Gelderse korpsen zijn eerder al met een overvallenoffensief begonnen, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van DNA-douches en de inzet van een helikopter na een overval. En hij gaat nu de camera's afspuiten met verf. De korpsen hopen dat de extra aandacht van de minister leidt tot meer geld voor het voorkomen en oplossen van overvallen. Duiven wil de grootste bewaakte vrachtwagenparkeerplaats van Nederland bouwen. Dat moet dan een eind maken aan het wildparkeren en het stelen uit geparkeerde trucks. Buurtbewoners zien de plannen niet zitten. De plannen zijn nu nog slechts te zien op tekening. Maar buurtbewoners weten precies de locatie aan te wijzen. En dat zien ze helemaal niet zitten. Ze zijn bang dat de geparkeerde vrachtwagens veel onheil aantrekken. Criminaliteit, drugsdealerij. De gemeente ziet het heel anders. Het gaat om een terrein wat door een aardewal omringd wordt, hekken, een slagboom. En er komen bij elkaar 35 mensen te werken, waarvan alleen al 10 beveiligers. Het initiatief is van een lokale transportondernemer. De gemeente Duiven is enthousiast. De gemeente zegt veel overlast te hebben van vrachtwagens die overal maar gestald worden. En het leegroven van die trucks. Bij elkaar wordt er in ons land een 500 miljard euro gestolen uit vrachtwagens. En het wildplassen van chauffeurs. Daar moet zo'n truckparking een eind aan maken. Dat Duiven zo'n last heeft van parkerende vrachtwagens komt omdat het langs een van de drukste snelwegen van het land ligt. Elke dag rijden er zo'n 15.000 langs het dorp. De parkeerplaatsen moeten ook vlakbij de snelweg komen. Een plaats biedt dan 230 vrachtwagens. Die komen dan te staan op het grijze gedeelte. Duiven zou niet de eerste betaalde parking worden in Nederland. In de buurt van Rotterdam is al zo'n parkeerplaats neergezet. 70 trucks kunnen er staan en er is permanente bewaking. Sinds dit terrein in gebruik is, is hier nog nooit één enkel incident geweest. Er zijn plannen om langs belangrijke Europese transportroutes meer van dit soort parkeerplaatsen te bouwen. Of die in Duiven doorgaat is nog niet zeker. Eerst moet de gemeenteraad nog akkoord gaan. De kaak die op Aruba gevonden is, is niet van de verdwenen Natalie Holloway. Dat heeft het Openbaar Ministerie op Aruba zojuist bekendgemaakt. De Arnhemmer Joran van der Sloot is herhaalde malen opgepakt voor de moord op de Amerikaanse tiener, maar moest telkens weer worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Another high-profile case of a missing woman. This one still unsolved.
Niet alleen in ons land heeft de verdwijning van Natalie Holloway de nodige commotie losgemaakt. Ook de Amerikaanse zenders volgden de zaak intensief en op de voet. Zo ook vandaag, waar met spanning op de uitslag van het OM op Aruba werd gewacht. The dental pulp, the root canal stuff, is sufficient to do DNA and also toxicology, newly sensitive technology, as to whether or not she was given a date rape drug or not. At the time she died, even after 5 years. Maar de gevonden kaak blijkt dus niet van Holloway te zijn. Aannemer Joran van der Sloot, die vastzit in een Peruaanse cel op verdenking van de moord op Stephanie Flores, gaf de plek waar de kaak gevonden is eerder wel aan als de mogelijke vindplaats. De vrouw die gisterochtend dood werd gevonden in de Arnhemse Badhuisstraat is een 51-jarige Arnhemse tippelaarster. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De 51-jarige vrouw wordt hier gisterochtend dood gevonden door een voorbijganger. De Badhuisstraat staat bekend als illegale tippelzone. Volgens de politie is de vrouw een bekende in de Arnhemse prostitutie. Nou, over wat er precies gebeurd is, ja, dat zouden wij ook heel graag willen weten. Wij zijn nog steeds op zoek naar heel veel informatie. Kunt u zeggen of ze door geweld om het leven is gekomen? Op dit moment kan ik nog niet zeggen over de wijze waarop ze om het leven is gekomen. De politie gaat uit van een misdrijf. De technische recherche is daarom nog druk op zoek naar sporen. Daarbij wordt vandaag ook de mobiele eenheid ingeschakeld om het terrein tegenover de plaats delict volledig uit te kammen. En dit is natuurlijk een terrein waar je heel makkelijk eventueel iets weggegooid zou kunnen hebben. En daarom zoeken wij dit terrein vandaag minutieus af. Aan het eind van de middag is het onderzoek klaar en wordt de straat weer vrijgegeven. De politie verwacht in de loop van de week meer te kunnen zeggen over hoe de 51-jarige vrouw om het leven is gekomen. Waar komen toch die popjes vandaan die de laatste week in het bos bij Ermelo worden gevonden? Niemand lijkt het te weten. Straks meer. Het gerechtshof in Arnhem wil uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden om de langstzittende TBS'er van Nederland, Theo H., over te plaatsen naar een instelling met meer vrijheden. Ook wordt onderzocht of de TBS kan worden beëindigd. De 67-jarige Theo H. zit al 50 jaar vast. Momenteel zit hij in de longstay-afdeling van de Pompenkliniek in Nijmegen. Drie gaslekken vanmorgen in korte tijd in Gelderland. De grootste was in Beek-Ubbergen op de Nieuwe Rijksweg. Bij graafwerkzaamheden is daar een hoge drukleiding geraakt. Ook in Lent en Echteld werden leidingen kapot getrokken. De ecologische nieuwbouwwijk De Teuge in Zutphen is mislukt. Dat gaf wethouder La Rose toe tijdens een informatiebijeenkomst. Bewoners kampen al sinds de oplevering van de wijk met torenhoge energierekeningen, omdat de warmtevoorziening niet goed werkt. De gemeente gaat nu met alle betrokken partijen praten over een oplossing. Basisschoolkinderen in de Achterhoek kunnen binnenkort les krijgen in het dialect. Het Staring Instituut ontwikkelt een lespakket voor streektaal op de basisschool. Met dit lespakket kunnen kinderen verhalen leren schrijven, lezen en dichten in het dialect. In februari moet het eerste lespakket klaar zijn. ProRail sluit opnieuw twee spoorwegoverwegen op de Valleilijn tussen Ede-Wageningen en Amersfoort. De maatregel wordt genomen om de veiligheid op het traject te verbeteren. Afgelopen jaren waren er meerdere ongevallen bij onbewaakte overwegen. Eerder werden al twee overwegen in Barneveld gesloten. Rob Spiegelenberg, de beoogde lijsttrekker van de PvdA voor de Statenverkiezingen, heeft zich teruggetrokken als kandidaat. Ook verlaat hij Provinciale Staten. Spiegelenberg wil zich richten op zijn werk als directeur bij een werkvoorzieningsbedrijf in Ede. De PvdA moet nu snel op zoek naar een nieuwe lijsttrekker, want de verkiezingen zijn over ruim 3 maanden. De gemeente Neerijnen plaatst rond de jaarwisseling een zogeheten moskito in Waardenburg. Een moskito verspreidt een hoogfrequent geluid dat jongeren onder de 25 jaar als vervelend ervaren. Doel is de overlast van jongeren tijdens de jaarwisseling in Waardenburg terug te dringen. Het nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. De foto's van het onderzoek op het lichaam van de vermoorde Apeldoorner Pim Overzier worden ter beschikking gesteld aan de advocaat van Henk H. In 2003 werd Henk H. uit Bennekom tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op Pim Overzier. De advocaat hoopt aan de hand van de foto's aan te tonen dat Henk H. onschuldig is.
Pim Overzier verdween in 2001 en werd maanden later doodgevonden in de buurt van Dronten. De rechter veroordeelde Henk H. tot 20 jaar gevangenisstraf. De autopsiefoto's zouden moeten bewijzen dat Pim Overzier niet is gewurgd, zoals tot nu toe werd aangenomen. De afgelopen jaren rezen er twijfels over de doodsoorzaak van Overzier. Vorig jaar al besloot de commissie evaluatie afgesloten strafzaken de zaak opnieuw te bekijken. Henk H. werd destijds veroordeeld omdat er onder meer bloed van Overzier in zijn auto werd aangetroffen. Het worden er steeds meer en niemand weet nog waar ze vandaan komen. Sinds enkele weken verschijnen er piepkleine poppetjes in een bos bij Ermelo. Kunstenares Babs Ketelaar wordt verdacht, maar zij ontkent in alle toonaarden. Er zijn mensen die dingen zien die er niet zijn. Maar dit hier is echt. Kunstenaar Babs Ketelaar wandelt regelmatig door de bossen bij Ermelo. Na de ontdekking van de poppetjes wil ze maar één ding weten. Wie schuilt hierachter? Zet u die poppetjes hier neer? Nee? Oké. Ik heb niets van paarden. Nou, dan is het goed. Bijna dagelijks komen er nieuwe poppetjes bij. Maar jullie doen het dus niet? Nee, absoluut niet. Echt niet? Mag ik even in je zakken kijken? Nee. Maar is het niet de creatieve geest van kunstenares Babs Ketelaar zelf die achter de verschijning van de poppetjes zit? Er zijn er die in haar richting wijzen. Nee, ik zou wel willen. Ik vind het geweldig, vind ik het. Wie bedenkt zoiets? Een hele creatieve geest. Zeker. Iemand die gewoon iets wil vertellen. En die doet dat via deze poppetjes. Maar dat verhaal komt er dan toch niet goed uit. Daarom de zoektocht naar de mysterieuze maker. Iedereen is verdacht. Ik zag net een meneer met zijn fiets aankomen rijden. Met grote fietstassen. Maar in ieder geval, die komt aanrijden, die ziet ons en keert weer om. Verdacht. In werkelijkheid blijft het nog gissen naar de ware identiteit van de poppenmaker. Ik vraag me af of iemand dit nou thuis doet en ze hier neerzet. Of dit materiaal meeneemt en dan hier op dat bankje gaat zitten. En dan een geschikte paal uitzoekt om ze dan erin te zetten. Want ze zit heel stevig, hè? Maar Babs Ketelaar is wel ongerust dat wanneer het mysterie niet wordt opgelost, ze toch ook zelf altijd verdachte zal blijven. Ja, en dan nog het weer. Dennis Wild, het wordt echt winter deze week, hè? Nou, en of in het weekend komen de temperaturen nog maar nauwelijks boven het vriespunt uit. Maar vandaag was het nog volop herfst. Een beetje kil, een stevige wind daarbij uit het noordoosten, wolkenvelden, een enkele bui, maar ook af en toe ruimte voor de zon. Maar de atmosfeer die komt steeds meer in winterstelling. Een hoge drukgebied boven IJsland en Groenland en een lage drukgebied hier boven het oosten van Europa. Met flink wat regen in de Oost-Europese landen. Daar plaatselijk ook overstromingen. Sneeuw in de Alpen, maar ook dichterbij kan het sneeuwen in de Eifel, de Ardennen en ook in het Sauerland. En ook bij ons gaat er deze week kou binnentrekken met ook kans op een paar sneeuwbuien. Nou, vandaag viel er ook een paar buien die van noord naar zuid over het land trokken. Ook in Gelderland dus een enkele regenbui. Daarvoor zijn de temperaturen dus nog te hoog om sneeuw te veroorzaken. Maar in de loop van de nacht gaat de temperatuur wel verder onderuit. Komt rond het vriespunt uit en vooral in het zuiden van het land vallen nog een paar buien met misschien in het rivierengebied een natte vlok sneeuw daaruit. Maar op de meeste plaatsen in Gelderland blijft het droog met zelfs ook een paar opklaringen waar de temperatuur dus daalt tot net onder het vriespunt. Weinig wind, meest uit een westelijke richting, maar plaatselijk kan het wel glad worden door bevriezing van natte wegen. Vooral op viaducten en bruggen is dat het geval, want op gewone wegen zit er nog veel warmte in de ondergrond. Nou, morgen dan hebben we een wisselend beeld, wolkenvelden, maar ook flink wat ruimte voor de zon. En er zou een enkele bui kunnen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En als er dan een bui valt, dan is het een regenbui met vanuit het zuidwesten later wat dikkere wolken die komen opzetten. De temperaturen morgen, nou, zo rond een graad of 5. Het wordt dus net ietsje frisser morgen met een wind die naar een noordelijke richting draait. En vanuit die noordrichting komt er dus koude lucht onze kant op. En dat levert de komende dagen duidelijk lagere temperaturen op. Ik zei het al, in het weekend temperaturen overdag nog maar rond het vriespunt en 's nachts veelal lichte tot matige vorst. En als er dan een bui valt, tja, dan valt er gewoon sneeuw. In heel Nederland zijn afgelopen maart nieuwe gemeenteraden gekozen. Maar in Scherpenzeel en Mook en Middelaar doen ze dat morgen pas. Het gaat om uitgestelde verkiezingen omdat Den Haag er nog altijd niet uit is of deze gemeenten heringedeeld gaan worden. U ziet het in TV Gelderland Nieuws. Ik wens u nog een fijne avond.